Is er nog toekomst voor de zware industrie op bedrijventerrein De Hurk? Die vraag hangt al jaren boven de stad en de politiek die er een besluit over moet nemen. Op een speciaal verkiezingsdebat over De Hurk, dinsdagavond in het Evelewon, werd die politiek uitgedaagd om kleur te bekennen. Een brede meerderheid ziet die zware industrie het liefst op termijn vertrekken uit Hurk. Je moet niet gaan wachten totdat bijvoorbeeld rechtszaken komen, zoals je ziet bij Tata Steel of Urgenda tegen de staat der Nederlanden. Nee, wij zeggen we moeten dat gewoon voor zijn en kiezen voor de gezondheid en leefbaarheid van de wijk. En zorgen dat de industrie wordt uitgefaseerd. Uitfaseren dus, oftewel weg met de zware industrie, maar dan wel in stapjes. En zolang die industrie er nog zit, van ze eisen dat het alleen kan binnen de normen voor geluid en uitstoot. En anders moeten we afscheid nemen van dit soort bedrijven. Er zijn ook andere bedrijven die staan in de rij om hier te willen werken. Ze moeten gewoon heel de techniek inschakelen om oplossingen te vinden. Ja. En daar wordt te weinig gedaan. En de politiek zit er ook te weinig achter. We hebben asfalt nodig, natuurlijk. Maar het moet wel op een gezonde manier. En laten we dan innovatie toepassen en dan zijn we de slimste regio om dat toe te passen. We voelen ons af en toe natuurlijk wel Don Quichotte, want het is het grote geld versus het welzijn en de leefbaarheid van een wijk. Er zal echt wat moeten veranderen om De Hurk en zijn omgeving ook in de toekomst houdbaar en leefbaar te houden. Aan politieke wil lijkt het niet te liggen, al moet je je natuurlijk wel altijd afvragen wat die mooie woorden waard zijn als de verkiezingen straks achter de rug zijn. Ik vrees dat het nog wel een tijdje pappen en nat houden blijft, omdat de regelgeving zo natuurlijk achterloopt op de realiteit. Ik hoop dat er een groene omgeving ontstaat met veel huizen. Maar we hebben ook gezien dat het mogelijk is om bijvoorbeeld een landgoed de Wielenbijl aan te kopen. Dus als dat mogelijk is, dan zie ik ook wel dat we gewoon echt moeten gaan kiezen voor de gezondheid en leefbaarheid voor onze inwoners. Ik denk dat we de tijd mee hebben, de wind mee hebben. Eindhoven is heel goed in staat om zichzelf constant opnieuw te ontdekken, te veranderen, te vernieuwen. Dat hebben we gedaan na alle ontslagen bij Philips en DAF. De stad heeft zich opnieuw uitgevonden en nu wordt het tijd om De Hurk opnieuw uit te vinden. Want